De Wereldgezondheidsorganisaties kunnen tot nu toe geen medicijnen aanbevelen tegen het COVID-19-virus. Omdat vele landen op zoek zijn naar een medicijn tegen het virus, is de WHO begonnen met een grootschalige studie onder de naam Solidarity Trial. Deze studie heeft tot doel data te verzamelen over effectieve behandelingsmogelijkheden. Dat meldt PAHO-vertegenwoordiger Karen Lewis-Bell in een persbericht. De PAHO is ook bezig het regionaal netwerk van regelgevende gezondheidsautoriteiten te versterken. Hiertoe behoren onder meer het tijdig registreren van medische producten, het verschaffen van richtlijnen aan artsen voor het juiste gebruik van geneesmiddelen en het houden van controle op de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen op de nationale markt. De PAHO meldt verder dat de WHO ook vorderingen maakt in het proces van goedkeuring van de nieuwe sneltestkits voor COVID-19. Dit zal het opsporen van personen besmet met COVID-19 versnellen. Daarnaast raden de WHO en de PAHO nog steeds de maatregelen aan, zoals grenscontrole, social distancing en opsporen en isoleren van contacten van besmette personen.